Goedemorgen, Leon Ubisoft hier. En we hebben binnen Might & Magic 10 Legacy, de Deluxe Edition. En we dachten van laten we eens een unboxing doen om jullie te laten zien wat voor spectaculairs hier allemaal in deze box zit. Ik ga gelijk beginnen hoor, want ik moet ook gewoon nog verder werken en zo. We houden in eerste instantie houden deze er even vanaf. En we hebben een mooie box. Box! Waarom doe ik dan zo? Moet ik zo doen? Maar anywho, we gaan hem openmaken. What's in the box? What's in the box? In de box zit een... Oh, that's pretty cool. Ondersteboven zit een hele coole, coole kaart van de omgeving, van de wereld van Might & Magic. Zodat je nooit meer kan verdwalen. En je kan deze aan je muur hangen. Je kan er zelf mee gaan punniken. Je kan hem groter maken, je kan hem in een t-shirt verwerken. Misschien kan je er ook een bandana van maken of zoiets. En anders wil ik zeggen, hang je hem gewoon aan de muur. Daarnaast hebben we erin zitten uiteraard de game met awesome artwork. Geen tekst aan de achterkant. Ik hoor veel mensen zeggen ja, maar met een hoesje en staat tekst op de achterkant. Nou, hier heb je nog mooi artwork op de achterkant ook. Verder, kijk, ook nog informatie over mij. Andere Might & Magic 6, die kan je volgens mij ook gratis hiermee downloaden. Awesome! En een voucher voor Duel of Champions. Dus dat is best wel heel erg cool. Dus krijg je gewoon meerdere games voor de prijs van één. Daarnaast hebben we, ik denk dat dit een soundtrack is. Is dit een soundtrack? Ja, Compact Disc Audio. Dus dit zal de soundtrack zijn van Might & Magic X Legacy. Oftewel 10 Legacy X. Leg hem een beetje aan of je de Romeinse cijfers ter harte neemt of niet. Dus dan kan je ook ten alle tijde luisteren naar je Might & Magic tunes. Terwijl je op de fiets zit, in de trein, in de bus. You get it. En er zit nog meer in. Wat zit er nog meer in? Oeh, artwork. Artwork. Als ik hem open krijg. Oh jee. The pressure. Wat voor artwork hebben we erin zitten? Awesome. Concept. Artwork. Wat wil je nog meer? Dus even samenvatten, want er staat hier dan heel erg mooi op. Wat zit er allemaal in? Included. The original soundtrack. Check! Artworks en Cloth Map. Artworks. Cloth Map. De Exclusive Dungeon. Die zit hier beneden. En die Adventure Pack DLC die er ook bij zit, waardoor je dus nog meer content hebt voor je Might & Magic ervaring. Nou hadden wij zoiets van, helaas hebben we hier maar één van, dus deze kunnen we niet weggeven, anders worden mensen boos. Maar we hebben wel nog een downloadcode voor de game, digitaal. Dus voor zij die heel graag Might & Magic 10 willen spelen, 10 Legacy moet ik zeggen, anders wordt de mevrouw achter de camera boos. Als je die wil spelen, laat even weten, laat even iets achter. Ja, laat iets achter onder deze video, zeg dat jij hem wil hebben en wie weet, speel jij straks Might & Magic. X. Might & Magic 10 Legacy.